Stef Gronsveld, je komt van Emmen over naar Dordrecht, maar volgens mij was het helemaal niet echt aanpassen. Want ja, er zijn heel veel aan Feyenoord gelieerde jongens. Kende je nog veel jongens vandaag op de eerste training? Ja, ik ken Ramon een heel klein beetje, daar heb ik nog heel kort mee getraind. Jari ken ik heel goed, al door de jaren heen. En de rest van de jongens zijn toch wel wat jonger, dus die ken ik allemaal niet meer echt. Maar ik volg Feyenoord nog wel redelijk op de voet, dus ik ken de namen wel een beetje, ja. En de eerste oefenwedstrijd die jullie gaan spelen ook hier thuis tegen Feyenoord. Is dat nog speciaal voor jou? Ja, altijd leuk. Omdat er inderdaad nog steeds wel bekende jongens spelen. Bart, als hij er nog zit. Sven, ja, heel veel jongens. Jan-Ari van der Heijden, allemaal mee getraind natuurlijk. Dus dat is wel leuk om ze altijd terug te zien. Net als vorig jaar ook toen we met Emmen tegen hun speelden. Ja, je zat bij Emmen in de Eredivisie. Het promotiejaar heb je veel gespeeld. Vorig jaar heb je het er ook een respectabel aantal minuten gemaakt. Nu kies je voor Dordrecht. Waarom toch die opmerkelijke keuze? Ja, omdat ik respectabel niet genoeg vind. Ik wil gewoon een seizoen lang alles spelen. En ik denk dat ik dan pas echt kan zien wat mijn standaard is en kan ik doorgroeien. Dat heb ik in ieder geval in mijn gedachten en dat moet altijd nog blijken. Maar daarom deze stap, ja. Ja. Was dat in de Eredivisie of in de top van de Eerste Divisie niet mogelijk? Ja, wie weet. Maar Dordrecht was al heel snel concreet. Dat beviel me heel erg. Ik heb ook wel veel met mijn ouders gesproken, mensen om me heen. En ik vond dat ik de stap richting de Randstad weer een beetje wilde maken. Ik kom uit Delft zelf. 2 jaar lang in Emmen gewoond. En ik miste toch een beetje de mensen om me heen, zeg maar. Het was gewoon te ver. Dus vandaar ook mede deze keuze. Ja. Ja, en dan ben je misschien wel een van de meest ervaren jongens in die groep. In ieder geval wat betreft, je hebt Eredivisie gespeeld. Met allemaal jonge jongens. Het is een jonge groep. Bevalt dat? Ja, dat is wel, die collega interviewer zei het net ook. Het is wel best wel wennen om ervaren geworden toen we zeg maar genoemd te worden. Dat is best wel raar, maar dat is wel weer een leuke nieuwe rol voor mezelf, denk ik. Om iedereen aan te sturen wat je zegt. Ik heb toch wel wat meer ervaring ondertussen opgebouwd. Dus in die rol moet ik ook een beetje gaan groeien, denk ik, ja. En jongens die in ieder geval een hoog instapniveau hebben, allemaal een opleiding bij Feyenoord genoten. Er zit wel voetbal in, dat zie je ook op zo'n eerste training. Dat moet jou wel tevreden stemmen dat er waarschijnlijk wel voor het voetbal gekozen gaat worden en niet op een andere manier in de Eerste Divisie meedraaien. Ja, klopt. En ook gretig inderdaad. Iedereen die wil deze kans met beide handen aangrijpen volgens mij. Dat is de eerste stap naar het profvoetbal toe. Dus gretig en kwaliteit, dus dat zit wel goed volgens mij. Ja. Hoe zie jij deze stap bij Dordrecht? Toch met alle respect voor een stapje terug om dadelijk toch weer grote stappen vooruit te maken? Ja, eigenlijk wel. Ja. Zo kan je het misschien wel stellen. Ja, kijk, het is een stapje terug sowieso vanaf Emmen. Zo moet je het stellen. Maar ik zie het meer als een stap om veel te voetballen. Laat ik het maar gewoon zo stellen. En ik heb altijd gezegd van ja, toen ik uit de jeugd doorkwam, nu een stapje terug en dan weer naar voren. Ik wil hier gewoon mijn ding doen en alles spelen. En dan zou dat vanzelf moeten komen. Ja. Ja, het is nog eventjes wachten voordat jullie daadwerkelijk de eerste wedstrijd gaan spelen. Een week later dan de Eredivisie. Ben je een jongen van voorbereidingen? Of kan het wat jou betreft niet zo snel mogelijk beginnen? Wat mij betreft kan het zo snel mogelijk beginnen. Het hoort erbij, maar het is niet ideaal. Dat vinden de meeste voetballers volgens mij wel.